Alle ogen richten zich natuurlijk op deze speler. In de laatste 3 wedstrijden 4 keer gescoord. Zit u er klaar voor? Want de wedstrijd gaat over enkele ogenblikken beginnen. Hallo allemaal en welkom op deze fraaie, heldere avond hier in het altijd knusse stadion. Het is nog heel even wachten tot hier wordt afgetrapt. En dan begint het voetbalfestijn. Voor het commentaar luistert u vandaag, trouwens ja, bijna altijd volgens mij, naar Siert de Vos, daar ben ik. En naast me zit Jeroen Guter. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Schitterende redding, ontzettend, wat een reflex zeg. Nou, op de tribune stelden ze hem al. Wat een grote kans was dit. Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. Doelpoging, prachtig naar die bal gedoken door Kevin Trapp. Niet voorgezet, maar kort genomen. Trek naar binnen. Blokkeert de bal. Felle druk door de tegenstander. Daar kon die speler het net niet bij. En dus gaat de bal uit. Wat verwacht jij vandaag te zien van deze Kev? Oh, de kans! Schiet dan! Doelpunt, ja hoor. Ze openden de score al vroeg in deze wedstrijd. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. De score is geopend. Het is 1-0. En bekijkt de mogelijkheden. Oh ja. En de aanval onschadelijk gemaakt. Daar kan hij worden geholpen door een medespeler. Kijk, dit is de scheidsrechter. Die snapt dat hij laat kans om gelijk te komen. Ja, goal! Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Dit is natuurlijk allemaal prima, deze voorzet. Daar valt niets op af te dingen. Nou, als er iemand is die zo'n kans kan afronden, dan is het natuurlijk Romelu Lukaku wel. Van dichtbij, binnengewerkt, een makkie. Goal. En het staat weer gelijk, 1 tegen 1. Romelu Lukaku. Daar staat iemand bij de tweede paal. Weggewerkt, deze voorzet. Overname door, ja, vroeg druk zetten. Deze inzet wordt gestopt. Lukaku, mooi dat steekpaasje. Gnabry. Lukaku. Kunnen ze hier dan alsnog toeslaan? Dat leek een angstig moment te worden, maar nee. Ze leiden balverlies door deze paas. Daar is ondersteuning van een teamgenoot. Een routineklusje voor de doelman. Dit schot. Heel gemakkelijk onderschept die bal. De scheidsrechter fluit niet. Het is voordeel. Lukaku. Gaat een vrije trap nemen op een gevaarlijke positie.
De doelman heeft hem gewoon goed opgesteld. Heeft hij een glazen bol bij zich of zo? Hij leek te weten waar die vrije trap terecht ging komen. Hoekschop komt voor. Halfslachtige poging om de bal weg te werken. Hij laat zijn tegenstander achter zich. Nu kunnen ze voorkomen. Geen doelpunt. Under. Ze komen nu dichterbij. Ja, goed hoor. Snel druk gezet. Kijk, de scheidsrechter geeft voordeel. Goeie beslissing. En nog een overtreding eroverheen. Ja, dan moet de arbiter wel fluiten. Nou, de kaarten blijven op zak. Ik zou daar blij mee zijn. En deze wordt geblokt. Wordt kort genomen. Nou, maak hem dan maar. Voor de voorsprong. Prima gekeerd. Die poging op doel. Niet voor de pot, maar een korte bal. Hij neemt het schot. De keeper krijgt zijn vingertoppen achter de bal en rent. Een blik op de cijfers bevestigt eigenlijk wat we zelf ook al constateren. Als ze iets scherper waren in de afronding, dan... Zo, wat gebeurt hier zeg? Kijk eens, zie het. Een lastige kopbal, maar hij weet die bal te keren. Goed gekopt, maar minstens zo goed gestopt door de doelman. Hij ging er goed in, alleen is het nu wel een inworp. Hij is van de bal gezet. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Prachtig naar die bal gedoken door Kevin Trapp. En kort genomen. Met de bal naar binnen. Die wordt goed geblokkeerd. En opnieuw staat hij in de baan van een schot. Een prima redding. Deze wordt kort genomen. Hij probeert naar binnen te komen. Doe maar, volley. Hij gaat het proberen. Ze komen aan de bal. Hij pakt de bal en begint een uitbraak. Uitermate knap afgerond, zeg. Oh, complimenten. Doelpunt. En ze leiden dus weer in de wedstrijd. Een prachtige solo ging eraan vooraf. En de afronding is om je vingers bij af te likken. Ja, als je ze eerst goed gewassen hebt, je handen. Mooie goal, Jeroen, toch of niet? Absoluut, zie het. De individuele klasse druipt ervan af. Kan niet anders zeggen. Fantastische treffer. Het verschil is minimaal. Het staat 2-1. Dusan Tadic. Ahamada. Nou, die bal raken ze makkelijk kwijt. Een kans om te scoren. Schitterende redding. Ontzettend. Wat een reflex zeg. Nou, op de tribune stelden ze hem al. Wat een grote kans was dit. De bal is hij kwijt. Daar is hulp voor de aanvaller. Hij blokkeert de bal. Kort genomen. Richting het centrum met de bal. Oh, heerlijk gedaan. Wat een doelpunt. Het verschil is nu 2.
Ah, dat doet hij fraai hoor. Daar is echt helemaal niets op aan te merken. Hier, kijk. Hij legt zijn tegenstander volledig in de luren en dan rondt hij het heel beheerst af. Prima gedaan. We trappen weer af met een stand van 3 tegen 1. Die ingreep is niet volgens het boekje hoor. Waarschijnlijk geel. Die speler was eerder al gewaarschuwd. En de scheidsrechter vindt het nu wennetjes. Ik denk dat het niet onterecht is. Je kunt niet ongestraft door blijven gaan. Altijd maar overtredingen maken. Je weet dat dit een keer gaat gebeuren. Gnabry. Deze kan erin. Prima actie van de sluitpost. Die wordt kort genomen. Zijn bedoeling was een geplaatst schot vermoedelijk. Maar geplaatst op het doel natuurlijk. Tenzij dit dan weer de bedoeling was. Maar dat mogen we gerust in twijfel trekken. Qua balbezit gaat het niet goed met de thuisploeg. Maar balbezit is ook niet alles. Bij deze stand zou ik de tegenstander trouwens ook al het werk laten doen. En nu snel schakelen voor de counter. Wat een heerlijke redding van die doelman. Ah, een 1-op-1 situatie en hij redt. Ik dacht eigenlijk dat het een doelpunt zou worden. Er komt een wisselspeler in het veld. Niet voorgegeven, korte corner. Op eigen helft de bal veroverd. Kunnen ze dit snel uitspelen? Voor de blessuretijd worden 3 minuten uitgetrokken. Er is gefloten. Maar wat gaat de scheidsrechter doen? Hij pakt hem in de 16 weer af. Die actie is niet toegestaan. Dat wordt een vrije trap. Nou, ik weet niet of dat zo verstandig is om met geel op zak zo'n overtreding te maken. Je moet echt wat voorzichtiger zijn in zo'n geval. Nog steeds aan het dribbelen op weg naar het doel. De voorzet wordt gegeven bij de tweede paal. Dat leek een veelbelovende counter. Hij strandt. Nou, dan schrijft ze een fluit en dan gaan we rusten. Hij heeft vandaag nog niet echt laten zien waartoe hij in staat is. In aanvallend opzicht dan. Nu is het moment gekomen dat je het als aanvaller moet laten zien. Want die achterstand die moet van het bord. Maar ik zie hem veel te weinig doelpogingen ondernemen. Dat moet echt veranderen. Aftrap tweede helft. Daar gaan we. Dat schot moet erin. Prachtig naar die bal gedoken door Kevin Trapp. Geen voorzet, maar kort gespeeld. Daar schiet hij op doel. Simpele redding van Trapp. Nuno Tavares. Nu snel eruit komen. Het zou me niet verbazen als hier een gele kaart voor wordt gegeven. Ja, maar bij de vorige harde overtreding had de scheidsrechter hem alleen gewaarschuwd. Ja, en als je het dan nog een keer doet, dan kun je gewoon niet klagen dat je geel krijgt. Optelsom. Dit moet hem zijn. Goed gered hoor, door de keeper.
Hoekschop komt voor. Nee, er zit iemand tussen. Gnabry. Serge Gnabry. Een geweldige verdedigende actie. Hij heeft hem vast. Volland. Dit zou wel eens interessant kunnen worden. Zonder bal wordt het lastig scoren. Een kans om te scoren. Die paas had hij eerder verwacht. Daar zit hij mooi tussen. Als hij zo gaat dribbelen, dan moet je uitkijken hoor. Zo, wat een baas! Wat een kanon! Het lijkt dikke Bertha wel! Wat een schot! Wat zeg ik? Een granaat! Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. En dan is het een kwestie van de verdediging afschudden. Niet al te eenvoudig, maar het lukt. En de kans die vervolgens ontstaat, wordt verzilverd. We trappen af met een score van 4 tegen 1. Steeds de bal aan de voet. Zonde om zo de bal kwijt te raken. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Ja, die gaat erin. Wat een overtuigende wedstrijd. Het verschil is nu 4 treffers. Hier is telraam journalistiek nodig. Dit is nog eens omschakelen. Hè? Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. De score is 5 tegen 1. En we trappen weer af. Dusan Tadic. Nuno Tavares nu. Blijft goed aan de bal. Vanaf die positie is een counter mogelijk. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Oh, en ook die zit. Haha, jongens. Ze blijven maar scoren. Waar? Ja, waar gaat dit eindigen? Nou ja, na 90 minuten ga ik naar huis. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten, ja, ik mag wel zeggen fantastische paas. Alles goed. En dan die afronding, ja, hard geschoten, hè. Maar ja, de richting is perfect en dan is er voor een keeper eigenlijk geen beginnen meer aan. En bij deze aftrap is de stand 6-1. Hier laat hij zien dat hij weet hoe hij een sluiting moet maken. Wat gaat hij nu doen? Van dichtbij! Geweldige redding, hij tikt hem naast het doel. De spelers stellen zich op voor de hoekschop. Deze neemt hij kort. Daar zit hij goed tussen. En nu een inworp. Nuno Tavares. Hij verslaat zijn tegenstander. Tadic, groter wordt die kans niet. Doortastend optreden van de keeper. Er is een duik voor nodig om deze poging te stoppen. Maar dat doet hij fraai. We gaan een wijziging in het team zien. Er komt iemand in. Geen voorzet, maar kort genomen. Eenvoudige ingreep.
Die voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper. Direct druk zetten, dat werkt hier. Dusan Tadic. Hij schiet op doel. Ah, de lat. Bal nog in het spel. Nou, dat is ook weer opgelost. Er is denk ik een counter mogelijk. Ja, wat valt er nou nog aan te merken op zo'n inzet? Eigenlijk bijna niets. Maar ja, hij moet er wel in. En dat gebeurt niet. Dus valt er eigenlijk toch alweer wat op aan te merken. Hij zit er goed tussen. Kevin Volland. Dusan Tadic krijgt nu de ruimte. Lukaku. Oké, maar de aanval is nog niet afgeslagen. Een eigen doelpunt. Hier zal hij vannacht van wakker liggen. Ja, trouwens, anders gaat hij ook niet naar bed, hoor. Altijd vervelend voor de speler die de bal zo raakt. Snel vergeten maar. Wat een score zeg, 6-2. Saai is het niet. En dan laat hij zijn hielen zien. En dan nu een mogelijkheid voor een snelle uitbraak. De doelman reageert razendsnel zeg. En er zit ertussen. Snel gereageerd. Al had de aanvaller de ruimte in die uitbraak natuurlijk wel wat beter moeten benutten. Iedereen in het stadion wil een schot zien. Kevin Trapp met een stijlvolle redding. Kort genomen. En dan trek je naar binnen. Goed gepakt door die doelman. Kevin Volland. Bij de tweede bal neergelegd. Het leek gevaarlijk, maar viel uiteindelijk mee. Nou, Jeroen, het thuispubliek is wel verwend vandaag. Wat een score staat er op het bord. Nog heel even te spelen. Dit was zeldzaam goed. Ze hebben de sterren van de hemel gespeeld. De ene na de andere goal. En als we kijken naar de score, dan is daarbij eigenlijk het hele verhaal. Oh, de kans! Schiet dan! Oh, dit geloof je toch niet? Wat een goal! En nou, voor die English viewers, unbelievable! Die gaan we nog heel vaak terugzien. Echte beauty! Oh nee, schoonheid! Dit is een goal van grote klasse. Die willen we natuurlijk nog wel een keer zien. Het begint allemaal met die voorzet die feilloos is. En dan staat daar Lukaku die van dichtbij kan scoren. Ja, dit soort kansen zijn eigenlijk bijna altijd het doelpunt voor de Belgen. Schitterend toch, wat een speler. Dit is de zoveelste aftrap. Beide teams blijven maar doelpunten maken. Goed er langs gegaan. Doorgebroken met de bal. Hij zit en zo vergroot hij de voorsprong tot 4 treffers. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Ja, nu is de wedstrijd al gespeeld. Nu ze de voorsprong nog groter maken. Over 7 minuten is de reguliere speeltijd voorbij. Hij pakt de bal af met een sterke sliding. En
de zijkant. Ruimte voor Tadic. Voorzet in het 16 meter gebied. Dat is dan ook weer opgelost. Hij stoomt verderop. En boem, nog een goal. Ze maken gewoon gehakt van deze tegenstander. En het is niet eens woensdag. Je zou haast medelijden krijgen. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. En dan die afronding. Ja, hard geschoten, hè. Maar ja, de richting is perfect. En dan is er voor een keeper eigenlijk geen beginnen meer aan. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Hij zet al vroeg druk. Gnabry. Moet het doelpunt worden? Nee, die gaat er dus niet in. En dat is te danken aan de keeper. Ja, en dan te bedenken dat het van heel dichtbij was. En zij zullen denken, het is te wijten aan de keeper. Nog één minuut. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Toch de schietkans. En hij redt hem. Hij ging alleen op het doel af. Ik dacht dat hij zou zitten. Hij wordt kort genomen. De bal wordt geraakt. Dat was een overtreding. Ja, maar hij geeft het voordeel. Er zijn opties aanwezig voor een counter. Dat wordt sprinten voor die verdedigers. Die voorzet belandt over de zijlijn. Dat wordt een inworp. Dembele. Er is een medespeler in de buurt. Een kans om te scoren. En zijn naam staat nu drie keer op het scorebord. Een echte hat-trick. Dat zie je niet elke dag. 3 doelpunten in 1 wedstrijd. Nee, maar het is toch echt een hat-trick. Het is levensgevaarlijk vandaag. Wat een doelpuntenfestijn, zeg. We hebben niks te klagen. Goed hoor dat hier voordeel wordt gegeven. Smith Rowe. Deze thuiswedstrijd zit erop. De overwinning is binnen. Nou, dit was nog eens ouderwets klit, klat, kladderen. Ze hebben de tegenstander alle hoeken van het veld laten zien. Deze zege is zo duidelijk als wat.